Dames en heren, ik wil u vandaag namens de Dorpsraad allemaal van harte welkom heten op deze jaarsreceptie. En ik wens u nogmaals allemaal een gezond 2014 en uiteraard een gelukkig jaar dat al uw wensen in vervulling worden gedaan. Het doet ons deugd dat u vandaag met zoveel mensen hier bent. En een speciaal woord van welkom wil ik uiteraard richten aan onze burgemeester Mark Buys met zijn echtgenote, die vandaag voor de eerste keer in deze setting hier in ons midden is. Ik wil u heel graag even terugnemen via terug. Het IDOP werd vastgesteld en omarmd door de totale Boksterse politiek. En we werden geprezen voor het document wat er toen lag. Alleen de eerlijkheid gebiedt dat wij het gevoel hebben dat we dat allemaal niet waargemaakt hebben als we toen misschien wel op dat moment verwacht hadden. De Dorpsraad wil geen orgaan zijn om aanvragen voor de parkeergelden van Velderen te beoordelen en wil ook geen orgaan zijn om raadstukken, welke beleidsmatig al zijn neergezet en in commissies al behandeld, nog eens een keer van commentaar te voorzien. Want dan komen we als los naar de maaltijd. Nee, wij willen een orgaan zijn wat in de eerste fase betrokken is en zijn visie mee kan geven op belangrijke onderwerpen. Vanuit het voorgaande zult u begrijpen dat er op de afgelopen 4 jaar meerdere momenten geweest zijn waarin wij onszelf afgevraagd hebben we nog wel toegevoegde waarde? Er zijn altijd dingen die ons bezighouden om te verbeteren, om aan te pakken, om mee bezig te zijn. En daarom is er nog steeds werk aan de winkel en zijn wij ervan overtuigd dat we aan dat werk een bijdrage kunnen leveren. Zonder vandaag zielig te willen doen of met modder te willen gooien, komen wij tot de conclusie dat we in het verleden misschien niet helemaal geslaagd zijn, maar dat er voldoende basis is om door te gaan met het fenomeen Dorpsraad. Alleen, zoals ik al eerder gezegd heb, sommige leden zijn tijdens de rit afgehaakt en anderen die vandaag nog hier keurig mee in de rij stonden, hebben aangegeven van ik vind het eigenlijk, bijvoorbeeld zoals Jan van Weijden zegt, na 12 jaar wel relatief. John van Eerten en ik hebben in ieder geval gezegd dat we zeker door willen. Alleen met z'n tweeën gaat dat gewoon niet lukken. We gaan er zeker vanuit dat ze komen. Is het niet op de ene manier, dan is het misschien wel op een andere manier. Maar één ding moet heel duidelijk zijn en dat komt dadelijk ook nog wel nader ter sprake. Maar de Dorpsraad is er en die moet er gewoon blijven bestaan. We hebben nog best hobbels te nemen denk ik. Maar vanuit een iets ander perspectief als we nu gewend zijn, denk ik dat er zeker toekomst is voor de Dorpsraad. En zeker met 7 leden, misschien zelfs nog wel wat meer. Wij hebben vlak voor kerst dit document rondgestuurd. Wie van de Lindenaren heeft dit document op dit moment op het netvlies? Ik zie er eentje knikken en voor de rest zie ik een hoop ontwijkende bewegingen. Dit is de oproep aan een ieder om te zorgen dat wij binnen no time meer mensen krijgen om aan de verkiezingen mee te kunnen doen. Wij hebben afgelopen tijd een paar keer gesprekken erover gevoerd met onze burgemeester. En in het kader van zijn visie ten aanzien van burgerparticipatie, zijn visie ten aanzien van we gaan het anders doen, want we gaan het niet van boven naar beneden laten werken, maar van onder naar boven, zijn wij extra gemotiveerd om door te gaan. Alleen nogmaals, niet meer z'n twee, want dat gaat. Dus, een hele sterke oproep aan een ieder, persoonlijk, maar zeker ook vanuit de organisaties die u hier vertegenwoordigt. Denk er eens goed over na. En samenwerken met John van Eert en Bert van Uremond is echt zoveel. Ik kan reuze meevallen. Dus wat dat er gaat, moet het gewoon gaan veranderen. Blijkt dat het niet kan middels verkiezingen, dan komen er geen verkiezingen. Maar dan gaan we het op een andere manier doen. En dan gaan we een ander soort orgaan vormen, wat niet gekozen is, maar zeker nog zijn bijdrage kan leveren aan de gemeenschap Liende in de problemen en de zorgen die er zijn. Ik wil afsluiten met een uitspraak die ik in het verleden eens een keer zakelijk gekregen heb. En dat is: het mooie van de toekomst is dat die vandaag begint. Dank u wel. Ik ben blij om hier vandaag te mogen zijn in het prachtige Liende. En ik moet heel eerlijk zijn, wat is de kracht van de dorpen groot? Dat heb ik vanmorgen in Lennersheuvel mogen constateren en mogen vertellen. Met dat wat we van het jaar met elkaar gedaan hebben, meegemaakt hebben.
Soms is dat wat tegenover elkaar, maar ook heel vaak is dat met elkaar. En dat heb ik hier in Liemde ook zo ervaren. En dat met elkaar heeft voor mij van het jaar meer duiding gekregen, ook in de gesprekken die Bert net noemde, met de dorpsraad. Wel heb ik met hun het gesprek gevoerd van, is het niet beter in deze tijd om dat misschien toch in de andere vorm, waar Bert als laatste over sprak, hè, mochten de verkiezingen niet lukken, dan proberen we een andere vorm, om dat in een andere vorm proberen te doen met elkaar. We zien namelijk dat dat wat in Liemde gebeurt, bij onze tafel misschien nog wel beter bereikt, als het niet via de getrapte democratie gaat, maar gewoon van onderop naar boven komt, dan dat het via de getrapte democratie gaat. Ondanks dat ik gezien heb dat er 4 mensen aan tafel zaten die een geweldig IDOP geschreven hebben, dus gewoon de kwaliteit hebben om de zaken goed op tafel te leggen, maar op een of andere manier blijkt het anders te werken dan dat we eigenlijk zouden willen. Via die democratische weg zou het moeten kunnen, ook via die getrapte democratie. Maar blijkbaar zit daar dan toch een laag tussen die het moeilijk maakt om met elkaar de dingen tot uitvoer te brengen die gewenst zijn vanuit het dorp. En ik denk dat het de moeite waard is om die dingen wel te realiseren en wel te gaan doen met elkaar. Omdat het zaken zijn die door het dorp bij elkaar gebracht zijn, die door mensen met kennis van zaken op papier gezet zijn, en daar moet meer uit te halen zijn. Dus misschien is het wel goed, en dat doen jullie ook, om na te denken, hè, als het in een andere vorm moet, hoe kunnen we een vorm bereiken waarin we nog meer efficiëntie bereiken dan dat we nu al doen. Maar in ieder geval wil ik jullie alvast bedanken voor de gesprekken die we gehad hebben, en dat voor wat ik van het jaar met jullie heb meegemaakt. Bedankt. Nou ja, heel eerlijk gezegd, zou voor mij een ideale gemeente zijn, en ik heb dat in het college al vaker gezegd, is een gemeente waarin eigenlijk geen gemeentehuis meer is. Het fysiek is voor ons niet het allerbelangrijkste. Wij moeten gaan denken van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Het is alsof, en dat hoor ik in het gemeentehuis ook wel eens, als ik mensen hoor praten, en dan heb ik er echt discussies over met mensen ook. Wij zijn de gemeente niet als gemeentelijke instantie. De gemeente, dat bent u met z'n allen. En zo moet het ook steeds meer gaan beleven. En die kracht van die gemeenschap, het initiatief uit de gemeenschap, zullen we steeds meer nodig hebben om ook met elkaar de toekomst te kunnen gaan veiligstellen. Dus burgerparticipatie, zowel politiek als gewoon in het dorp zelf, pak de zaken aan. Spil is daar een geweldig voorbeeld van. Landschappen van Allure dit jaar. Een geweldige tranche is er deze kant op gekomen. Ik geloof in Boksel 14 projecten. Waarvan één, het kloppend hart, 14 projecten, waarvan één de gasvrije poort Liemde, cultuurhistorische poort Liemde is. Ja, als je het dorp bekijkt, dan kun je van hieruit kun je het groene woud gewoon overwinnen, zal ik maar zeggen. Kun je het veroveren. En dat moet je ook doen vanuit deze plek. Want ik denk dat daar voor de toekomst, voor Liemde, heel veel te halen valt en te winnen valt. En ik denk ook dat het een nieuwe economie voor Liemde zou kunnen zijn. Als je dat recreatie en toerisme gewoon nog wat verder oppakt. Maar goed, dat hoef ik u hier niet te vertellen. Spil heeft laten zien dat die gedachten er zijn. De mensen hebben laten zien dat die gedachten er zijn. En het is een kwestie van aan elkaar rijgen en uitbouwen nu. Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik heel erg trots ben dat ik ook burgemeester van Liemde mag zijn. En die trots, die wil ik zelf ook graag op plekken waar ik kom ook uitdragen. En vooral als het gaat om Liemde, maar om alle dorpen. En ook Boksel zelf. En ik zal dat zeker doen. En waar ik kan, zal ik ook voor u en uw dorp zorgen dat we de zaken die we van tafel moeten halen daar ook van tafel kan trekken. Ik bedank u hartelijk en ik bedank de dorpsraad voor dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. En ik wens u veel succes met het verdere verloop van dat wat uw keuzes zullen zijn. Maar ik vind het in ieder geval dapper dat u kritisch bent op uzelf en dat u ook een keuze durft te maken. Maar kritisch zijn is dapper, maar van de andere kant, er is ook heel veel bereikt en jullie hebben veel gedaan en er is veel op papier gezet. Toen ik in mijn inwerkperiode daar gekeken heb, dan denk ik van ja, ik vind het knap dat deze kwaliteit zomaar door vrijwilligers in het dorp op papier gezet kan worden. Dus dank u wel en ik zou zeggen, Liemde, ga zo door en ga verder en dan komt het volgens mij helemaal goed. Bedankt.